Dan gaan we naar de Prinsjesdag, want de kabinetsplannen voor het komend jaar zijn bekend. Minister Jeroen Dijsselbloem presenteerde vandaag op Prinsjesdag weer dat beroemdste koffertje van Nederland aan de Tweede Kamer. En de maatregelen hebben ook gevolgen voor Brabant. Zo trekt de regering 30 miljoen euro uit voor waterbeheer in Brabant en Limburg. De waterschappen van deze provincies leggen zelf ook nog eens 60 miljoen euro bij. Met het geld worden de dijken bij de Maas verhoogd en wordt de droogte tegengegaan in het oosten van de provincie. Ook komen er miljoenen extra voor defensie. Zo zal op vliegbasis Schilzerijen, die zal ervan profiteren, want zo worden de Cougar transporthelikopters opnieuw in gebruik genomen. En worden er extra Chinook helikopters gekocht. En dan is er ook nog de Brug WW. Die geeft langdurig werklozen meer mogelijkheden om een technische opleiding te volgen of tijdelijk werk aan te nemen, waarbij ze hun uitkering behouden. Volgens het kabinet verhoogt deze maatregel de kans op het werk voor mensen die al langere tijd thuis zitten. En werkgevers lopen zo minder risico. Ik praat over die kabinetsplannen nog even na met verslaggever Arjo Kraak in Den Haag. Heel duidelijk waar jij staat. Brabant die gaat altijd traditiegetrouw naar Den Haag toe met een flinke delegatie. Maar wat doen ze daar? Nou, hier achter me zie je inderdaad het Binnenhof. En daarachter weer, daar ligt een plein. En daar zijn allemaal kroegen. Misschien ben je er wel eens geweest. En daar zijn heel veel terrassen. En daar heeft Brabant een kroeg afgehuurd voor de traditionele inmiddels Brabantborrel. Daar wordt eigenlijk iedereen uitgenodigd uit Brabant die iets voorstelt. Dus als je nu in Brabant bent, dan zit je eigenlijk verkeerd. Er zitten bestuurders, provinciebestuurders, statenleden, kamerleden heb ik gezien. Vertegenwoordigers van organisaties. Bijvoorbeeld de voorzitter van de ZLTO, boerenorganisatie Hans Huibers. Die kwam ik daar tegen. En al die mensen komen elkaar daar ook tegen. En ze praten na over de plannen die het kabinet vandaag heeft gepresenteerd. Bijvoorbeeld om 100.000 banen te gaan scheppen. Ik sprak erover met provinciebestuurder Bert Pauli. Die gaat over de werkloosheid in Brabant. En die is ook precies 100.000 mensen groot. En ik vroeg aan hem wat hij vond van de kabinetsplannen. En hij zei dat hij eigenlijk wat de provincie zelf doet veel belangrijker nog vindt dan wat het kabinet doet. Misschien voor de gemiddelde Brabantse burger nauwelijks zichtbaar. Maar vroeger, om het een beetje uit te drukken, werd alles in Den Haag bedacht. En dan moest het vervolgens maar in de regio gaan werken. Nu zie je het tegenovergestelde geval. De regio bedenkt het, daar vindt ook de vernieuwing plaats. En we gaan naar Den Haag en Den Haag zegt we doen mee. Ja, maar toch is het Den Haag die uiteindelijk de beslissingen neemt, toch Arjo? Of heb ik dat verkeerd? Ja, dat is natuurlijk wel zo. Maar wat je ziet op zo'n Brabantborrel, dat is toch niet de minste. Zo'n Henk Kamp van Economische Zaken, die kiest uit al die talloze recepties die er vandaag zijn in Den Haag, toch die borrel van Brabant. Ik vroeg hem waarom. Nou, Brabant is economisch, denk ik, op dit moment de krachtigste regio van Nederland. Als je ziet wat er allemaal aan economische activiteiten is in Brabant, succesvolle economische activiteiten, en hoe ze dat aanpakken. Ja, ik noem Brabant vaak als een voorbeeld voor andere delen van het land. Dus ik ben met heel veel plezier hier. Ook om te spreken met de mensen die ik toch al heel regelmatig spreek, of in Brabant of in Den Haag. Ja, vast ook om een lekker Brabants worstenbroodje te eten, maar dat terzijde. Dan de troonrede van koning Willem-Alexander. Hoe werd daarover nagepraat daar? Nou, over het algemeen is de stemming toch een beetje, het kabinet lijkt een beetje uitgeregeerd. Ze hebben grote hervormingsplannen ingevoerd, bijvoorbeeld de zorg die vanaf 1 januari naar de gemeente gaat. Maar nou houdt het een klein beetje op. Men wacht, en dat is een beetje de teneur van de gesprekken, men wacht toch de verkiezingen van maart af, de Provinciale Statenverkiezingen, die ook weer bepalend zijn voor de samenstelling van de Eerste Kamer. En die verkiezingen wacht men een beetje met angst en beven af, want dat zou natuurlijk ook virtueel best eens het einde van het kabinet kunnen betekenen.